Peter, Vitesse Delft begint tegen Kwik. Ja, gaan we de goede instelling? Ja, overdonderend denk ik. We hebben het voetbal er goed uitgehaald door eigenlijk alles af te jagen wat we af konden jagen vandaag. En we hebben in de eerste helft we hebben 3 goals gemaakt, 3 mooie goals. Maar ja, het verschil had nog groter kunnen zijn in de eerste helft al. Dat verwacht je niet, dat je niet voetballend zoveel beter bent, maar in het gevaar wel enorm veel beter bent. Ja, want jullie komen snel op 1-0 en daarna waren er al diverse kansen om al de score uit te bouwen. Ja, nee, klopt. En dan, weet je, het is al goed dat we ze creëren. En weet je, niet elke bal is goud, dat weten we ook wel. En zeker niet in het tempo waarin wij spelen. En, dus dan weet je ook wel dat je de kansen mist. Maar ja, Rick kreeg nog wel een hele grote, die bal die achter de linie viel, maar bij de keeper op de doellijn bleef staan. Ja, dat was eigenlijk de 2-0 geweest. Maar die viel en de 3-0 viel ook nog. Ja, daar gingen we natuurlijk met een heerlijk gevoel terug. Ja, want je riep op een gegeven moment aan je spelers van, jongens, nog 1 minuut, zuinig, staat het 2-0, ja, dan wordt het nog 3-0 vlak voor de rust. Ja, weet ik veel dat Rick natuurlijk op die middenlijn het op zijn heupen krijgt en dan zo'n actie eruit goochelt. Dus het was een geweldige goal van hem natuurlijk met een paar geweldige acties. En dat kan hij. Als hij zulke dagen heeft als vandaag, ja, dan is hij slecht te stoppen. Hij heeft een goed lichaam, hij is doelgericht. Dus dan is het gewoon een heerlijke spits voor 20 jaar. Hè? Ja, want ik denk dat hij nog gewoon een publiekswissel kreeg. Ja, nee, kreeg hij ook. En terecht, denk ik. Ik bedoel, hij legt die vierde nog een keertje breed. Hij heeft zijn eigen de schompers gelopen vandaag. Hij heeft enorm veel arbeid verricht. Dus het is een hardwerkende spits die ook nog eens een keer doelgericht en doelgevaar brengt. En dan verdient hij dat ook. Goed, gaat tweede helft beginnen, 3-0 voor. Kwik komt al heel snel op 3-1. Dan denk je van, nou, het zal toch niet gebeuren? Ja, je krijgt liever geen gelijk. Maar ik zeg tegen ze, jongens, het eerste kwartier moeten we even oorlog maken. En moeten we erheen komen. En daarna gaat het goed komen. Je wil geen gelijk krijgen, maar dan krijg je het dus weer wel. Je krijgt in de 50ste minuut krijg je die 3-1 binnen. En ja, dan gaan ze natuurlijk even gas geven en bloed ruiken. Dat weet je dan. Ja, en dat is iets dat moet niet gebeuren. Maar ja, dat gebeurt niet alleen ons. Dat gebeurt op alle niveaus. En zelfs op topniveau gebeurt dat. Maar dan is het de bedoeling om toch weer die rug te rechten. En je kansen die je krijgt en de ruimtes die je krijgt te gaan benutten. Nou ja, dat hebben we denk ik ook heel, heel goed gedaan. Hè? We hebben de ballen goed gestoken. We hebben goede diepe loopacties gemaakt. Die bleven we maken. We maken heel snel eigenlijk overigens de 4-1. Ja, die keurt hij af. Nou ja, goed, het zal zo zijn. Rick kreeg daarna, we hebben daarna toch nog de grootste kans gehad. Rick kreeg de grote kans. En de 4-1 was een prachtig uitgespeelde aanval van ons. Dus we hebben dat gewoon ook goed gedaan. We hebben hun het gif eruit kunnen halen na die 3-1. En we hebben het rustig uit kunnen bouwen. Ja, al hebben we nooit rustig gespeeld, want we hebben gewoon 90 minuten lang vol gas moeten geven. En dan maak je die 4-1 en ja, dan zie je het geloof er wel uitgaan bij hun. En dan weet je wel dat je een gewonnen wedstrijd speelt. Krijgen we die finale, is op het veld van SVC 08. Ja, als een veld, daar hebben jullie een goede herinnering aan. Ja, ik geloof het wel. In het eerste jaar van de tweede termijn zijn we daar gelijk kampioen geworden. Dus dat was een prettige wedstrijd. Dus nee, prima. En het zal wat anders zijn als dat het hier op het mooie grasveld is. Het is een kunstgrasveld. Tegen Westlandia, ook zo natuurlijk zo'n prima voetballende ploeg. Dus goed, we gaan ons maar weer voorbereiden en we gaan er maar een weekje langer doortrainen. En met heel veel plezier en dan nog een keertje gas geven. Westlandia, ja, natuurlijk een prachtige mooie uitdaging. Ja, geweldig. Ik bedoel, de laatste 3 wedstrijden zijn natuurlijk voor spelers zoals ons met heel veel eigen jongens in het elftal. Is dat natuurlijk gewoon een droom. Ik bedoel, we pakken eerst DSC thuis in een heerlijke wedstrijd. Nou, nu Kwik is toch een derde divisionist op dit moment. Dus. En dan mag je nu tegen Westlandia aantreden die heel hoog geëindigd is in die derde divisie. Dus ja, nou ja, goed, voor die gasten gewoon een hele prachtige uitdaging. En ik heb het van tevoren gezegd. We zijn aan dit toernooi begonnen en we staan bijna bij het eind. En aan jullie de uitdaging om dat einde te halen, ja, dat hebben ze geweldig gedaan. En maak het maar af, zou ik zeggen. Wat weet je van Westlandia? Nou, niet zoveel. Die zondag, dat is mijn enige vrije dag, dus daar geniet ik van. Maar we gaan er wel wat van te weten komen, dat gaat wel lukken. Want we kennen genoeg mensen die op dat niveau tegen die jongens gespeeld hebben. Dus dat komt wel goed. Het finale, zaterdag 10 juni. Is Peter Klomp erbij? Ja, natuurlijk ben ik erbij. Niet de hele dag, maar wel een groot gedeelte. Maar dat komt... Ja, we hebben vakantie. Nog even geheim. Okay.